Ja jongens, daar zijn we dan. Eindelijk gaan we battles doen. Het is ik tegen de andere stagiairs hier op de redactie. En laten we gelijk beginnen met mijn eerste tegenstander, Biker David. Zo, daar ben je dan jongen. Ja. Wat gaat gebeuren? Ik ben benieuwd. Ik ook. Een kratje bier staat op het spel. Ja. En ik denk dat ik eigenlijk nu al naar de Albert Heijn kan rennen om die krat gewoon te gaan halen. Natuurlijk ook laten zien of je die kan verslaan. Dat is helemaal waar. Ja, ja want het is, als ik die ook verlies, dan zitten jullie in de finale. Dat, ja. Ja. En dat zou potentieel een hele vrije finale kunnen worden. Ik denk als jullie twee tegen elkaar, dat kan interessant worden. Maar ja. Ik heb gewoon een kut team. Ja. Dat gaat nergens over. Wil je het nu doen? Ik wil het nu doen. Yes. Ja? Kijk, dus bij deze. Pike David, dankjewel. Tof. En hier komt Psychic Julian. Okay. Bam! Ah. En dat is precies wat mijn Pokémon's bij jouw team gaan doen. Ah, fuck ook man. En dat was hem weer. Dat was hem weer. Winner. Winning. Fuck. Nou ja, Thijs. Ik ga je toch een hand geven. Yes, ja. Het was een mooie battle. Het was pittig. Ik heb toch meer Pokémon's kunnen killen dan tegen David. Dus dat doet goed. Daar zitten we dan jongens. De finale tussen Biker David en Psychic Julian. Yes. Ik ben fucking benieuwd. Jullie zijn allebei echte Pokémon trainers die mij echt geasswooped hebben. En ik ben benieuwd wat hier uitkomt. Maar ja, het is niet lastig. Anders, hè? Ja. Lastig. Ja. Wat vond je ervan, Thijs? Ik vond het epic. Het was sowieso een betere battle dan die ik tegen jullie gedaan heb. Het was spannend. Je hebt ook echt kantje boord niet gewonnen. Dus ja, het werd nog wel spannend. Aan het begin dacht ik dat het sowieso al een gespeeld spel was, maar uiteindelijk toch nog wel een beetje spannend. Maar ja, David blijft wel een betere Pokémon-meester dus. Dankjewel. Ja. Gefeliciteerd, jongen. Hiermee sluiten we dan toch echt eindelijk de reeks Pokémon-dagboeken af. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Yes!